groene, witte, gele of natuurlijk de klassieke oranje variant. Het is volop herfst en dus ook tijd voor de pompoen. Zeker met Halloween in aantocht is het altijd weer leuk om zelf pompoenen uit te snijden of te versieren. Een uitgelezen moment hiervoor zijn de pompoendagen in Groesbeek, waarvan aanstaande zondag de volgende plaatsvindt. Bij Groentehof Poelen in Groesbeek organiseren ze de Halloween pompoendagen. Tijdens deze pompoendagen kun je een middag spenderen bij het Groentehof en je eigen pompoen uithollen. Op de laatste 3 zondagen van oktober verwelkomt pompoenteler Chris je op zijn Groentehof om samen met hem de engste pompoenen tot leven te brengen. Nou ja, de laatste jaren is eigenlijk Halloween best wel een opkomst gekomen hier in Nederland. En ja, daar hebben wij op ingespeeld door de uitholdagen, of de pompoen Halloween dagen zoals wij ze noemen, te organiseren. Dat betekent dat hier een plein vol is met tafels en attributen en gereedschap waarmee mensen aan de slag kunnen om pompoen uit te hollen. We hebben hier een hele pompoen uitgestald staan waar mensen uit kunnen kiezen. Die kunnen ze dan kopen. En na de aankoop kunnen ze naar een tafel te lopen en hun creatieve brein daarop loslaten. Nadat ze de pompoen uitgekozen hebben, snijden wij als organisatie hier het kapje eraf op de manier zoals het gewenst is. En daarnaast het uitlepelen, ja, dat gebeurt met een lepel. En daarnaast hebben we wat versieringen, dus dat is wat veilig ook voor de kleine kinderen. En er zijn geen scherpe messen direct dan voor nodig. Dus, we vragen wel altijd de ouders te ondersteunen, want het is toch een heel werk, zou ik maar zeggen. En, ja, op die manier komen we tot een mooi eindresultaat. Je kiest een geschikte pompoen, holt hem uit en versiert hem met leuke lichtjes en versiersels. Daarnaast kun je ook genieten van een lekker kopje pompoenensoep en een bakje koffie, terwijl je geniet van het prachtige uitzicht dat Groesbeek met zich meebrengt. Tot slot neem je je zelfgemaakte pompoen mee naar huis, waar je hem een mooie plek kunt geven. Nou, die dagen zijn eigenlijk van de laatste 3 zondagen van oktober. Ja, die zijn van de 10 en 5 dat mensen hier welkom zijn. Nou, de eerste staan er toch al ruim voor 10 uur hier. Die zijn helemaal excited om met een pompoen aan de slag te gaan. En dan, mensen komen hier aan, zetten de auto weg, kopen een pompoen, zoeken een mooie uit en gaan er mee aan de slag. Daarnaast hebben we nog een klein bakje koffie. Mensen kunnen pompoensoep proeven, eten en warm chocomel. En de kinderen kunnen zich even maken hier op de trampolines, op de schommel. En dan, na een paar uur hebben ze hun energie weer kwijt en kunnen ze weer richting huis. De entree is gratis, is voor iedereen toegankelijk, iedereen is welkom en de kracht is gewoon dat het gewoon een ongedwongen sfeer is en gezellig is en lekker samen pompoenen uithollen.